De eerste twee boekjes zijn al ingeleverd. Roderick en die zit dus nou daarin. Goedemiddag allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 23 maart 2023, goed toevallig. En het is nu inmiddels alweer 14:15. En zoals jullie kunnen zien loop ik lekker met de hondjes. De lady vindt het moeilijk om even haar poot even te doen. Hallo, wil je poot dan goed? Oh, lekker ding. Leed, kom, even je poot. Kom. Ja, goed zo. Dus ja, ik ga zo even ook nog even weg voor Ro. Maar dat zien jullie allemaal zo meteen. Dus heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ha. Toen stond ik bij de lift te wachten. En hij komt er zo aan. Kijk, check, check, check. Daar is hij al. Ja. En ik heb een lekkers van mijn mannetje. Ja, echt. Ik hoop dat hij het lekker vindt, want ik denk het wel, want hij bouwt ook al heel lang. Even kraken, jongens, sorry, ik ga even kraken. Die moet ik hebben, zometeen. Het is heet, zo. Het is dat, ik ga dus nu lekker naar boven, ik ga rookbakken maken. En dan krijgt hij lekker roodkost. En we stonden op niveau 2, ja, en daar heb je ook nog een karretje. En je hebt twee extra karretjes, kijk, dat is top. Ik begin daar niet aan. Niet aan. Geen zin in. Ik kan niet. Hij is ook eigenwijs ook. Heerlijk. Hij is eigenwijs. Lekker. Eigenwijze vent. Man. Ja, is handig. Maar ik heb boekjes om in te leveren. Yay. En ik heb heel veel boekjes. Nee, het zal. Leuk. Zal ik maar even lief doen dan? 1, 3, 2, 1. Nee. Ga jij die maar even inleveren? Helemaal goud. Vinden ze vast en zeker fijn. Denk? Ja, tuurlijk wel. Ze vindt het altijd leuk als je karretjes inlevert. Vinden ze altijd leuk. Nee, en daarna gaan we even boekjes inleveren. Boekjes! De eerste twee boekjes zijn al ingeleverd. Door Ro en door mij. Door mij en door Ro. Ja, heel toevallig. Leuk. En ja, als we hier toch zijn, dan gaan we toch even kijken. Ja, er zit wel wat in. Maar wat zit erin? Geen idee. Kan je nou noemen? Volle melk, schat. Wist het dat je dat zou gaan zeggen. Ik wist het. Met je baan. Dat wist ik. Nou ja. Er zit ook weinig in wat voor mij. Niks, noppen na de jente. Ja, dat denk ik wel. Of ja, 50 cent. Slaat er nergens op. Wat is dit? Lasagne salm? Nee, hoef ik niet. En dit is Mexicaanse bol. Nee, hoef ik ook niet. Kan ik zelf wel maken. Frietjes, hè? Waar zie je frietjes? Dat is toch? Hè? Vegetarische frietjes. Waar zie je nou weer vegetarische frietjes dan? Oh hier, kijk. Oh nou nee, je hoeft het ook niet. Schij uit. Wat? Nee. Gaan we maar niet doen. Nee. Maar ik ben hier alweer klaar hoor. Jij? Hè? Oh. 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 Oeh, lekker hè? Oeh, oh, gratis pakken. Zo.
Gratis pakken? Ja, bijna wel. Nee, bijna wel, zegt hij ook nog. Nee, bij de kassa. Ja, gratis. Dat is toch gratis? Wat is dit nou weer? Een paaskoek. Ja, ja, een paaskoek. Een eierkoek dus, maar dan wordt het weer als paaskoek gezien. Slaat ik weer helemaal nergens op. Nee. Maar ja, Rodi wil wat drinken nog hebben. Lijkt me handig. Hé, onze grote vriendin is er ook, alleen ze kijkt een beetje boos. Kunnen we elkaar een handje geven? Ja, en mijn pijnen komen ook weer terug. Nee. Dat is helemaal niet lekker, nee. Maar ja, wat doe je eraan? Zeker drie keer helemaal niks. Nou ja, ik gisteren in één keer dat ik schiet van mijn lies naar mijn heup toe als ik te hard loop of mijn volle gewicht erop zet. Ja, dat is niet handig, nee. Nee. Toen werd ik vanochtend wakker, toen dacht ik, nou, het is weg. Ja, niet dus. Uh-huh. Ja, nou, mijn pijn dat en dat trekt dus ook lekker nu naar mijn rug toe. Onderrug. Ik weet niet hoe ik moet liggen, ik weet niet hoe ik moet zitten in de auto. Bah, schei uit. Nee, ook niet. Ik heb een probleem. Ja. Nou ja, schat, wij gaan er weer van tussen. Doe rustig aan. Doe, schatje. Dag. Dat is dus mijn grote vriendin hier bij de inboot. En nog iemand anders, ja. En die is er ook, bij de kassa. Ja, bij de kassa. Jee. Hier is de... Ik zie meneer in één keer staan. Wat moet dat hier? Ik zie meneer in één keer staan. Moet dat hier? Moet je Jumbo vragen wat het hier moet? Ik zie hem in één keer staan. Ja, dit zie... Ik zie hem in één keer staan. Deze is nog wel lekker. Ja, die wel, ja. Dat vind ik wel erg duur. Ja, dat vind ik ook een beetje erg duur. Ik zie hem in één keer staan, sorry. Kan er ook niks aan doen. Kan er niks anders van maken dat hij daar staat. Ik zei al, doe dat dan even in de auto. Ja, dat is natuurlijk in de auto. Heb je dat? Nee, ik heb... En dan krijg ik nog twee van je. Twee? Wat dan? Twee. Nog een euro. 25 al gekregen. We moeten nog twee erbij hebben. Nee, het is nog een euro van je. Een euro, ook nog. Ja, ik bedoel geen twee, maar ik bedoel één. Je hebt al 99. Ah, je mond. Ja, is goed, schat. Ja, is goed. Hè? Kijk, daar is onze vriendin. Nummerootje 2. Op nummerootje 2. Ja. Op nummerootje 2. Dat is onze gast. Ja, is goed. Is helemaal prima. Wat jij wil. Wat jij wil, schat. Is helemaal goed. Is helemaal goed, schat. Wat jij wil. Ik ga haar toch wel weer pesten. Dus altijd toch? Weet je toch onderhand? Je weet hoe we zijn, toch? Twee. En dit met haar. Hou jij je mond eens even. Hou jij je mond eens even. Gewoon even je mond houden. Dat is leuk, toch? Gaat hij zoeken? Nu niet! Ah, oh, nee, is goed, schat. Is prima. Maar deze wel. Wat ben je helemaal aan het doen dan? Ik ga even eventjes op je handen kijken. Maar je bent aan de beurt, hè? Ja. Mooi, goed zo. Nou, waar zijn we nou op zoek naar, schat? Vertel het eens tegen de kijkers. Naar de Jumbo. Over 70 meter is er een Jumbo. Ja, dat is deze. Maar... Dan de Laakweg... 1, 2, 6. Daarna? Of die Vriesstraat 2. Stationsplein, Emma, dan moet er één naar binnen. Die en die weet ik wel. En de Stationsplein. Lakenweg weet ik niet helemaal, maar... Weimarstraat. Weimarstraat, ja, ik ga daar helemaal naartoe met de koekoek. Bastiaanplein, 135 te Delft. Dan Delft. Ja. Wil je even naar Delft? Nee, mij hoeft niet. Nou dan. Stationsplein 1. Ja, die en die weet ik zo aan te vinden. Laakweg 1, 2, 6. Hallo, ik zeg stationsplein weet ik te vinden, maar dan moet je even alleen even heen en weer. Nou, vrij is dat. Ja, nou, vrij is dat. Ja, sorry, maar dat is wel de beste optie. Ja. Even kijken, daar zo. Naar links. Yo, mag ik naar links? Ja, dat is heel mooi. Dit vind ik nog geen kleur, maar goed. Deze Sayat? Nee, deze bruine, nee. Het model is wel leuk. En je ziet hier geen ene donder ook, hè? Kijk, als het... Ook geen bliksem zie ik. Is wel...
is dit nou? Hij is wit, maar hij lijkt ook weer blauw. Hij verandert. Zijn initialen van mijn oom. Zo, maar waarom zijn we nu op zoek en naar Jumbo? Schat, vertel het eens en tegen de kijkers en doe. Probeer eventjes een beetje je zonnebril daarmee even zonnebril, af te stemmen. Ja, maar ik bedoel, schat, want ik vind het niet echt fijn en voor de kijkers en dat ze je ogen gewoon niet zien. Ja, maar ze mogen dicht, dan zien ze het ook niet. Ja, maar schat, alsjeblieft. Maar vertel. Vertel. Nou, jij had een heleboel Jumbo's weggehaald, zegeltjes. Ja. Spaard. Ja. En in boekjes geplakt. Ja. En die boekjes heb je weer gespaard, niet meteen ingeleverd. Politie! Met zwaailampjes. Ja. Ja, gaat die kant op. En als je dus meer dan één boekjes, meervoud, wil inleveren. Nou, doe even die zonnebril weer op hoor. Ja, dat snap ik. Dan moet je eerst een afspraak maken met de Jumbo. Ja, en daar hebben we geen zin in. Nee, dus eerst ga jij een boekje inleveren en dan ik. Dus dat scheelt. Ja. Maar dan moet je verschillende Jumbo's hebben, want de kassière die achter de balie staat, die kent jou waarschijnlijk. Want nee, je bent net ook al geweest. Ja, en dat schiet gewoon niet op. Nee. Dus ja. Nee, en gelukkig hebben we hier in Den Haag meerdere Jumbo's. Ja, hier in Den Haag wel, ja. In Delft en Leidschendam en Voorburg ook al die Jumbo's. In Amsterdam zit ook een Jumbo voor me. En in Rotterdam. Ja, we... Waar zit er eigenlijk geen Jumbo? Den Helder. Ja. In Den Helder zit er inderdaad er geen Jumbo. Nee. Als je een Jumbo wil, moet je eerst 20 euro betalen met de boot over te gaan naar een eiland. En want daar is wel een Jumbo. Ja. Of je moet online bestellen en dan... Moet je ook 20 euro betalen voor de bestelling. Of je moet helemaal naar Alkmaar toe gaan. En naar Jumbo. Alkmaar. Ja. Of nog 20 minuten op de boot en dan nog even gaan rijden. Op Texel. Dat wel. Het ligt hier ook weer overal open ook, hè? Ja, we zijn aan het werk. Maar er is niemand om aan het werk te zijn, dus dat scheelt weer. Ja, toen maar met die Kia. En waarom nog steeds van die sportschermen? Vat ik niet helemaal. Sportschermen? Ja. Wat voor sportschermen? Nou, gewoon en toen nog met die pandemie. Kijk, als je kijkt in die taxi, dan zie je die hele sportschermen. Die scheidingsruimtes wil je? Ja, die is toch die bedoel ik, ja. Weet ik wat je met een spatscherm... Dat vind ik bij een wiel horen, een spatscherm. Kijk, want dat zie je nu ook wel, kijk. Die dingen. Ja, ik vind het gewoon... Compartimentalisering. Hoe zei jij dat? Compartimentalisering. Geen maar naar links. Kijk hier, van die scherm. Dus ja, we zijn even lekker bezig om onderweg te zijn in de auto. Dat is ook leuk. In het totootje. Nou ja, het totootje is het niet meer. Dat was die blauwe Renault Twingo. Dat is een dinkie toch? Dit is mijn en mijn leeuwtje. Dus daar komt niemand aan. Het is mijn leeuw. Mijn leeuwtje. Het logo ook vangen een leeuwtje. Je kunt het goed op Peugeot kopen. Er zit ook een leeuwtje in. Ja, en die noem ik ook altijd een leeuw. Ja, blijf jullie wachten. Jij ook met je tram. God zo. Wat? Het Peugeot-logo is ook in de loop der jaren allemaal anders geworden. Ja, inderdaad. Het was eerst een volledige leeuw, zeg maar. Ja. Toen alleen een leeuwenkop. Toen een gestileerde leeuwenkop. En nu is het een, lijkt een beetje op een, op de zijkant van de kop van een leeuw, zeg maar. Nou, en rijden met je up. Dat is een mooie beginnersauto, zou ik het anders zeggen. Oh, helemaal dit. Beetje een hoekiger logo. Waarom hebben we overal hier hobbels en kuilen in Den Haag? Omdat ze aan het weg aan het werk zijn. Godzimane. Man! Ja, ik heb nog steeds nostalgie voor dit pand hier, zeg maar. Ja, dat begrijp ik. Ik wist echt alles daar. Ja. En iedereen. Dat was toch ook leuk. Zat daar een collega voordat ik er kwam. Die had wat laptops geleend. En ging dan tijdens ronden eentjes wat uit de keuken biefstukjes bakken of zo. Mm-hmm. Dus die is daar niet meer welkom, zeg maar. En toen ben ik daar gekomen. En ja,
ICT-afdeling keek altijd met argusogen naar mijn professie, zeg maar. Als iemand zo langs kwam met zo'n uniform aan. Mm-hmm. Dan, je komt zeker weer wat halen. Ja. Nou, op een bepaald moment had hij iets nodig, die ICT-man. En dat kon ik voor hem regelen. Jezus, ga dan ook eerder. Jeetje, Mina, kom rijden met die up. Dat kon ik voor hem regelen, dus ik heel vriendelijk alles geregeld. En toen had ik iets van hem nodig. Dus ik heb even een USB-stickje nodig voor ongeveer een uur. Het hoeft niet zo groot te zijn. Ik moet even een bestandje naar het printafdeling hier tegenover brengen. Dan krijg je weer terug. En het was net de weekstart en er waren paaseitjes. Van nou, neem maar lekker paaseitjes. Neem maar. Dan, prima, dan neem ik ook wat voor de collega's mee, maar de collega's wilden niet. Dus toen had ik die USB-stick nodig. Dus ik liep toch eens van ja, prima, komt, krijg je terug. Nou, ik USB-stick netjes teruggebracht, binnen een uur. Ja. En hier zijn wat chocolaatjes voor als dank. Oh, lekker, dankjewel. Lekker. Nou, sindsdien kon ik al heel wat potjes breken. Oh, lekker toch? Dus ja, wij zijn dus nu even onderweg en dat was eventjes het verhaal van Roderick. Dus jullie zien ons zometeen wel weer ergens om bij die berg. Roderick en die zit dus nou daarin, maar dat gaat nou dus nu door mijn hoofd. Er zal maar even iemand komen en die dat ding eventjes dus in de gracht in flikkert. Ben ik ook erg. Dan ben ik ook erg. Niemand. Bootje blub blub, bootje blub blub, ja. Bootje blub blub. Ja, waren allemaal bootjes blub blub hier. Ja, maar dat mag niet weggehaald worden tenzij het gezongen is helemaal. Oh, maar weet je wat en wat mij nou net en door mijn hoofd spookte en dat jij daarin zat? Nee. Er zat maar iemand met gewoon een grappige... Er zal maar iemand grappig zijn en die gewoon dat ding eventjes in de gracht pleurt. En met jou erin. Ja, echt blub, 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 ja. Je zou dat maar doen, hè? Als iemand erin zit en dan even een duw geven en dan in één keer plons. Auw. Laat ik je wat vertellen. Op YouTube staat er een kanaal. Just for Gags. Ja. Dat is een Canadese candid camera, zeg maar. Bordcamera. Ja. En in Canada hebben ze dus van die hokjes. Gewoon staan er gewoon omheen. Ja. Zoals dit hier. Ja. Publiek. Mm-hmm. En er was iemand. Er stonden twee hokjes naast elkaar. Ze zei: nou, ik ga even mijn tas passen. Ik ga even het hokje in. Ja. Maar het was een geprepareerd hokje. Dus De dame in kwestie gaat het hokje in. Stapt aan de achterkant eruit. In het andere hokje erin. Ja. Echt smakelijk allemaal. Dan komt zo'n grote kraan om dat hokje op te pakken. Ja. Waar die man dacht dus dat die vrouw in zat. Die naast de wc ging. Zei, nee, die andere. Ja. Nou, dus die pakt die andere op. Ja. Het opgehezen. Dan doet de vrouw die deur open. Terwijl dat gehezen is. Wat is dit? Ja. De man helemaal in paniek. Uh-huh. Nou, dat een paar keer. Rubbertje eruit. Bijna nog. Er was een andere. Van, meneer, kunt u even mijn tas passen? Ik ga even het hokje. Het zijn een beetje Chinees-achtig jongen. Die ging dat hokje in. Oh, kunt u even mijn pruik pakken? Ik heb met mijn jurk. Ja. Wat de fuck? Uh-huh. Zij pakt een groene jurk. En een blonde, lange haren pruik. Ja. Gaat weer terug het hokje in. Uh-huh. Stapt aan de achterkant eruit. Ja. En dan komt er een dame in. Met heel blond haar lang. En zo'nzelfde groene jurk. Ja. Die komt het hokje dan uit. Nou, dankjewel meneer. En dan heeft hij dus een afspraakje met een man. Ja. En dan is hij te kleffen naar die man, zit te kijken van wat gebeurt er nou? Een man zit elkaar te zoeken. Maar straks moet ik even dus hier gaan opletten dat ik dus niet aan die andere kant ga staan. Nee. Irritant. Handjes. Irritant. Ja. Gak. Dus, nee, hou je bek. Echt niet, mafkees. Nee. 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 Je tas. Ja, pak hem maar zelf en doe maar om naar een strot. Ah, nee, schat. Nee, maar heel vaak maak ik dus hier namelijk de fout. Ja. De fout, ja. De V van fout. Je ziet hier dus namelijk twee verkeerslichten. Waar ik dus altijd ga staan, dat is daar. Niet daar, maar daar.
En dat moet ik dus niet doen. Nee. Nou, Timmy Boy die staat hier ergens achter. Ja, en met zijn collega. Hij wil er niet op. Hij wil er niet op, maar wel heel veel YouTube zeggen. YouTube, YouTube. Ja, dus hij komt er echt en ook echt wel eens een keertje weer op. Dus, al is het maar in de maand. Ook al is het maar één keer in de maand, ja, maar we gaan gewoon weer even kijken. Nou, joepie de poepie zeg, dat is veel bijgekomen. Hè? Nee. Nee. 4-4-4-4-4-4-4-4, ja, ja, nou. Ook niet. Ik begin daar niet aan hier, echt niet. Geen halfvolle dag. Ja, dag. 50 cent. Ja, nou, maar de koekoek jij, ik vind het goed met je. Oh, 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 oh. Staat weer nergens op. Nou, schat, ga jij er eens mee. Staat je beeldig. Kuikentje. Is dit leuk? Ja, is heel leuk. Nou, is heel geweldig, heel gezellig ook. Nu jij. Nee. Nee. Ga, nee. Gaat, nee. Gaat ik niet doen. Gaat ik niet doen. Gaat ik niet. Ziet er leuk uit, zo. Dat is heel fijn. Ga foto van je maken. Ja, dat is fijn. Is goed. Prima. Wat ga jij doen? Foto even van mij maken? Nou, vertel. Ik doe juist dit. Kijk, vingertjes ja, zo. Die andere, ja. Ken je deze? Is het broodje van die? Ja, precies, daarom. Dus ja, heel fijn. Dus ja, ik ga deze vlog lekker afsluiten. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat even een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.